Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Markus 10, van vers 13 tot en met 16. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij hen aanraken zou. En de discipelen bestraften degene die hen tot hem brachten. Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk. In het Grieks staat er zelfs een woord, hij werd woedend. En hij zei tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulke is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving hen met zijn armen. En de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij hen. Tot zover. We gaan weer verder na de Adventsweken met de catechismus. Vanavond Heidelberger Catechismus, zondag 27. Zondag 27. Al een paar keer stilgestaan bij de heilige doop. Dan wordt gevraagd in vraag 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, het. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan aan volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Zoals in het Oude Testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Vanavond staan wij stil bij vraag 74. Gemeente, we willen vanavond met name stilstaan bij de vraag over de kinderdoop. En natuurlijk niet zonder reden dat ik daar vanavond toch wel heel nadrukkelijk de aandacht voor vraag. Want u weet natuurlijk net zo goed als ik dat over de kinderdoop geweldig veel verwarring is. De kinderdoop staat in onze tijd behoorlijk ter discussie. En daarom leek het me goed, voordat we met die vraag verder gaan, om eerst gewoon eens een aantal Bijbelse redenen op een rijtje te zetten om aan te tonen dat die kinderdoop ook voluit Bijbels is. Om te beginnen moeten we helder hebben waar het nou bij de doop in de kern om gaat. Er is natuurlijk heel veel over te zeggen, maar als je nou even, om het een beetje eenvoudig te houden, waar gaat het nou in de kern om? Nou,
De kern is dit, bij de doop worden de beloften van God verzegeld. Dat is de kern. Zo zegt de catechismus het. Vraag en antwoord 66. Wat zijn sacramenten, dus dat heb ik de doop, tekenen en zegelen van God ingesteld? En dan komt het, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Dus de sacramenten verzegelen, bevestigen de belofte van God. En precies hetzelfde zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben het vanavond voorgelezen. Artikel 33, wij geloven dat onze goede God acht hebbend op onze grovigheid en zwakheid heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn belofte te verzegelen. De catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, ze zeggen allebei hetzelfde. Natuurlijk, die kunnen elkaar niet tegenspreken. Dus dat gaat in de kern om, sacramenten verzegelen en bevestigen, bekrachtigen, onderstrepen de belofte van God. Ik vroeg het pas aan iemand. Ik zei, wat is dan de betekenis van de sacramenten? Ik zou het niet weten. Ik zeg, ben ik nou 12 jaar in Katwijk? Heb ik het zo vaak gezegd? Nou, vanavond dan nog maar een keer. Hopelijk nu voor het laatst. Wat er nou echt in zit. Sacramenten. Verzegelen de belofte van God. Dat is punt 1. En dat is wel heel fundamenteel. Dat is niet zomaar een aardige wetenswaardigheid. Als dat zo genoemd wordt, met nadruk in die catechismus en ook in die Nederlandse geloofsbelijdenis, dan is dat ook werkelijk de kern. Het is niet zo, ik kom tot geloof en dan en daarom laat ik mij dopen. Nee, nee. De doop is niet een verzegeling en een bevestiging van mijn geloof, maar een verzegeling en een bevestiging van de belofte van God. Dat is een hemelsbreed verschil. Bevestigt de doop mijn geloof of de belofte van God? Die staan echt in dat opzicht even tegenover elkaar. Waarom is dat verschil nou zo groot? Verzegelen nou de doop mijn geloof of de belofte van God? Nou, Luther zegt, stel nou dat de doop een verzegeling is van mijn geloof. Ik kom tot geloof en daarom laat ik me dan ook dopen. Als een bezegeling van mijn bekering en het geloof wat ik ontvangen mocht. Goed, zegt Luther, dat gebeurt. Maar de duivel zit niet stil. En die schiet zijn pijlen van twijfel en aanvechting. En dat kan hij zo doen, dat weten we allemaal veel te goed, dat iemand op een gegeven moment zo in het donker kan terechtkomen dat hij denkt, ik had wel eens gedacht dat de Heere in mij een goed werk begonnen was, dat er iets van het geloof was, maar ik heb me vergist, er is nooit iets van waar geweest. Zo ver kan de duivel mensen krijgen dat ze denken, het is ten diepste nog nooit waar geweest. Nou, dan heb ik juist in het uur van de hoogste aanvechting 0,0 troost uit mijn doop. Want als die doop mijn geloof had bevestigd, dan was het blijkbaar een inbeelding. Ja, dan is die doop blijkbaar een vergissing geweest, heel oprecht bedoeld. Maar dan toch wel een vergissing uiteindelijk. Dan heb ik daar nog geen vertroosting en geen houvast uit. Maar de doop verzegelt niet iets in mij, maar juist iets buiten mij. En dat is wel zo belangrijk. Iets buiten mij. Staat het zo nadrukkelijk ook, hè, dat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf. Daar ligt mijn zekerheid. Niet wat hier hopelijk is gebeurd, wat ik wel eens heb mogen geloven dat er gebeurd is, maar dat kan ik zomaar kwijtraken, dat kan me uit handen vallen. Nee, die zekerheid, de doop verzegelt niet iets in mij. Dat is heel wisselvallig en onvast.
maar iets buiten mij, die vaste, onwankelbare, onveranderlijke belofte van God. Daarom schreef Luther, de man die wist van aanvechtingen als weinig anderen, had de duivel hem zo in de hoek geduwd, dat hij geen raad meer wist. Maar dan moet je echt Luther zijn. Hij pakte een stuk krijt en hij schreef op de tafel die voor hem stond: ich bin getauft. Ik ben gedoopt. Dat was zijn houvast. Nou, zou je zeggen, wat haalt dat uit? Als hij in de aanvechting zit in het donker, dan zegt: ik ben gedoopt. Nou ja, alsof je daar dan zoveel mee kan beginnen. Het is toch geen toverspreuk, ik ben gedoopt alsof daarmee de duivel verslagen is. Wat bedoelde Luther ermee? Nou, mijn hart is soms één bonk ongeloof. Ik ben geen moment zeker van mijzelf. Maar ik ben wel zeker van wie? Van wie? Van wie ben ik wel zeker? Van die belovende God. Die zijn genadebelofte aan mij persoonlijk heeft toegezegd. En persoonlijk heeft verzegeld. Ik kan aan alles twijfelen, maar dat die belofte van God waar en zeker zijn. En dat hij dat ook persoonlijk aan mij heeft toegezegd en verzegeld, zoals hier vanmorgen is gebeurd. Ja, daar twijfel ik niet aan. Ik twijfel aan alles in mezelf. Maar dat God zijn belofte aan mij persoonlijk heeft toegezegd en verzegeld, daar ben ik zeker van. Ik ben wel zeker van die genadige Here. Als de duivel mij toesist, je bent verloren. Nee, duivel, want hij heeft tegen mij gezegd dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, om zomaar één belofte te noemen. Dat heeft hij persoonlijk tegen mij gezegd. Vanmorgen werden de kinderen persoonlijk gedoopt. Niet zo met het algemeen. Met een soort wijkwast. Dat spettert zo over de gemeente, het generaal. Elk kind, wij zijn allemaal persoonlijk gedoopt. God heeft dat persoonlijk tegen iedereen toegezegd. En beloofd. Ik ben niet zeker van mezelf. Integendeel. Maar ik ben wel zeker van hem. Het geloof steunt niet op mijn geloof. Dat is een cirkelredenering. Mijn geloof, dan zoeken we steun. Is mijn geloof wel waar? Dan zoeken we ons houvast in. Het geloof steunt niet op het geloof. Het geloof steunt op de belofte van God. En daarom die catechismes en die Nederlandse geloofsbelijdenis, die zeggen, het gaat om die belofte van God. In het vuur van de aanvechting. Waar je nergens blijft. De duivel veegt de vloer met je aan. Was dan je enige zekerheid, je enige houvast. De Heere heeft beloofd dat hij mij genadig wil zijn. Daar ben ik zeker van. Want ich bin getauft. Nou ga je Luther begrijpen. Zet maar een hele rij vraagtekens achter jezelf. Maar waag het om vraagtekens te zetten achter die belofte en achter die belovende Heere. God doet wat hij belooft, daar ligt mijn zekerheid. God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig vastmaken? Wat heeft dat dan met de kinderdoop te maken? Alles. Want die genadebeloften zijn maar niet alleen bestemd voor volwassenen, maar net zo goed voor de kinderen. Omdat de kinderen evenzeer als de volwassenen in het verbond der genade zijn opgenomen. Kijk maar naar vraag 74. Hè? Mitsdien zij, die kinderen, zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen, opgenomen zijn. Daar horen ze bij, bij dat verbond en bij die gemeente. Daarom is die uitdrukking dat gedoopte op het erf van het verbond zijn. Ja, ik zeg het niet om vervelend te doen, maar het is echt een onbijbelse uitdrukking. Het erf van het verbond.
Die uitdrukking kom je nergens in de Bijbel tegen. En ook in de belijdenisgeschriften kom je hem nergens tegen. En bij de oude schrijvers kom je hem nergens tegen. Het erf van het verbond. Waarom wordt die uitdrukking gebruikt? Nou, wat wordt daarmee bedoeld? Van, ja, als je dan op het erf van het verbond bent, wordt het als beeld gebruikt van een boerderij. Ja, een boerderij. En dan heb je daar een erf. En dan de rest. Nou, dan ben je op het erf van het verbond, als het ware. Ja, je bent wel in de buurt van de boerderij, als het ware. Op het erf. Maar ja, je bent ook weer niet binnen. Je bent ook niet buiten. Maar je zit ergens halverwege. Op het erf van het verbond. En dat kan natuurlijk nooit. Halverwege. Niet helemaal buiten en niet helemaal binnen. Want er zijn geen drie wegen. Maar er zijn maar twee wegen. Het is binnen of het is buiten. Je bent in het verbond of je bent buiten het verbond. Een derde optie is er niet. Waarmee niet gezegd wordt dat iedereen die in het verbond is opgenomen ook automatisch zalig is. Dat is iets anders. Maar dit moeten we wel helder hebben. Dat die uitdrukking erf van het verbond echt een onbijbelse en een ongereformeerde uitdrukking is. Hier staat het ook in die catechismus. Mitsdien de kinderen net zo goed als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Dat verbond. Gods belofte. Zijn dus aan mij persoonlijk verzegeld. Want die belofte, dat is de inhoud van het verbond. Eigenlijk, ja, verbond, wat is dat nou? Ook weer zo'n ingewikkeld woord waar heel veel discussie over is. Nou, de belofte, die zijn de inhoud van het verbond. En nou heeft God aan mij persoonlijk beloofd en bevestigd bij de doop dat hij mij genadig wil zijn. Hoe staat het hier? Vraag 74. Dat hun door Christus bloed, die kinderen, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, toegezegd, beloofd wordt. Dus wat is aan ons beloofd toen wij allemaal gedoopt zijn? Genade, verzoening, vergeving, verlossing, vernieuwing. Dat is mij allemaal door de Heere beloofd. En nog een keer extra verzekerd. Juist als het in mijn hart zo geducht kan stormen. Je hebt het verzondigd. En je hebt nergens recht op. En je staat overal buiten. Dat is allemaal waar. Maar één ding weet ik zeker. Wat? Dat hij mij genadig wil zijn. Want dat heeft hij mij beloofd. En nog een keer extra verzegeld. Ik ben niet zeker van mij. Maar wel zeker van hem. En daarom is die uitdrukking erf van verbond een gevaarlijke uitdrukking. Dat is een beetje een grijs gebied. Halverwege. Nou, dan krijg je onzekerheid. Want dan zeg je, ja, zijn die beloften nou wel voor mij of niet voor mij? Want de beloften die horen bij het verbond. Maar als ik niet in dat verbond ben opgenomen, ja, dan zijn die beloften niet voor mij. Dus dan krijg je onzekerheid. Zijn die beloften nou wel voor mij of niet voor mij? Wil de Heer mij nou wel genadig zijn of wil hij mij niet genadig zijn? Kan ik daar wel zeker van zijn of kan ik daar nooit zeker van zijn? Hier hangt wel heel veel aan, gemeente. Het gaat niet zomaar over een discussie. Maar dit zijn wel beslissende dingen. Het heeft alles te maken met de zekerheid van het geloof. Daar kom ik vanavond verder op terug. Zo wil de Heer niet alleen maar zijn voor de volwassenen. Maar ook en niet minder voor de kinderen.
En daarom moeten de kinderen gedoopt worden, omdat de genadebelofte van God niet minder voor hen gelden dan voor de volwassenen. Kijk maar, vraag 74. Mitsdien zij zowel als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed, de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen, ook aan hun toegezegd is. Geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. Kinderen hebben net zo goed een genaderecht op die belofte van God als de volwassenen. En daarom hebben we vanavond ook gelezen, dat ga je dan begrijpen, dat die moeders hun kinderen tot Jezus brachten. De Heer Jezus wordt niet gauw boos, hè? Wij hebben geen voorstel van een boze Heer Jezus. Eén keer werd hij al zo kwaad. Ze hebben het in de Statenvertaling netjes vertaald. Hij nam het hun zeer kwalijk, staat er dan zo mooi. Maar letterlijk staat er eigenlijk, hij werd woedend. Dat werd hij niet gauw, de Heer Jezus, woedend. Maar toen ze kinderen tegenhielden om tot hem te komen, toen stoof hij op. Verhindert hun niet. En toen zet hij er nog iets achter. Want ook voor hen is het koninkrijk van God. Niet alleen maar voor volwassenen. Zo dachten de discipelen. Ja, die kleine kinderen, de volwassenen. Ho, 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 zei de Heer Jezus. Die kinderen niet minder delen in dat koninkrijk en in de belofte van dat verbond als de volwassenen. Zij horen er even goed bij. En als zij er even goed bij horen als die volwassenen, hebben ze evenveel recht op het teken als de volwassenen. En daarom legde hij hun de handen op en zegende hen. Zoals Dominee Lasker vanmorgen ook zijn hand op die kinderen heeft gelegd. Echt hetzelfde gebaar, hij legde hen de handen op. Die kinderen horen er net zo goed bij als die volwassenen. Zij zijn evenzeer opgenomen in dat genadeverbond als de volwassenen. Laten wij niet als die discipelen zijn en kinderen wegsturen als ze tot Jezus gebracht worden. Ja, zegt iemand, goed, ik heb het allemaal zo'n beetje aangehoord vanavond. Maar Markus 16, vers 16, om zo maar de tekst te noemen, daar staat toch gewoon zwart op wit, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden. Nou, hoe helder wil je het hebben? Eerst geloven en dan dopen, staat zwart op wit. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. En zo lees je het ook steeds in de handelingen. Eerst komen mensen tot geloof. Ja, en dan worden ze vervolgens als volwassenen gedoopt. Iedere keer zie je dat in de handelingen weer gebeuren. Dus ja, nou zitten we met de handen in het haar. De catechismus kan het er wel mooi zeggen. Maar dit is de Bijbel. Hoe zit dat? Nou, inderdaad. In de handeling zie ik steeds gebeuren dat volwassenen gedoopt worden. Eerst komen ze tot geloof. En daarna worden ze vervolgens gedoopt. Alleen wordt dan wel één ding vergeten, en dat is wel belangrijk, dat het in de handelingen wel om een zendingssituatie gaat. Als de apostelen de heidenwereld intrekken. Ja, kijk eens, zolang iemand een heiden is, ja, kan hij niet gedoopt worden. Dan moet je inderdaad eerst tot dat verbond zijn gekomen door het geloof. En dan vervolgens is die doop een bevestiging dat hij ook in dat genadeverbond is opgenomen. Ja, in een zendingssituatie, als iemand heiden is, dan moet hij eerst geloven en dan glijdt daarbij dan ook het teken van de doop dat hij in dat genadeverbond is opgenomen.
Maar, dat moet ik daar gelijk ook weer bij zeggen, wat zie je dan steeds als dan zo'n volwassene tot geloof komt, dan lees je ook gelijk iedere keer weer dat als dan zo'n vader en zo'n moeder gedoopt worden, dat er dan gelijk in dezelfde zin achteraan staat, en zijn huis. En zijn huis. Niet alleen die volwassene, die vader of die moeder. En hij werd gedoopt, hij en zijn huis. Lydia. En als zij gedoopt was, en haar huis, gezin. De stokbewaarder. En hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. Crispus, de overste van de synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Paulus, 1 Korinthe 1, vers 16. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanas gedoopt. Niet alleen Stefanas, maar ook zijn gezin. En dan weet ik wel, er wordt wel eens gezegd, ja, maar gezin, dat betekent in de oudheid ook, er was toch personeel, knechten en dienstmeisjes en zo bij. Je hoorde ook bij het gezin. Dat kan zeker. Maar het zou wel heel toevallig zijn als in al deze vijf situaties zou moeten zeggen, ja, dat waren allemaal gezinnen waar geen kleine kinderen waren. Laat het dan één of twee of drie gezinnen het geval zijn, dat het gezinnen waren waar alleen maar volwassenen nog om de tafel zaten. Maar het is wel heel ongeloofwaardig om te zeggen, in al die voorbeelden waren in geen één van die gevallen nog kleine kinderen. Dat klinkt wel heel onwaarschijnlijk. En het zou ook kunnen, dat wordt ook gezegd, hè, dat als die vader en die moeder tot geloof kwamen, ja, het zou kunnen, dat hij zegt van nou, toen kwamen ook die kinderen tot geloof. Dus daarom moesten ook die kinderen gedoopt worden, want die kwamen ook allemaal tot geloof. Dus ja, toen konden ze ook gedoopt worden, al waren ze dan kind, maar gelukkig, ze waren tot geloof gekomen, ja, dan konden ook die kinderen wel gedoopt worden. Omdat zij dan allemaal blijkbaar tot geloof gekomen waren. Maar dan zeg ik weer evenzeer, het zou toch wel heel onwaarschijnlijk zijn dat in alle situatie, in alle omstandigheden, alle kinderen tegelijk in diezelfde avond op hetzelfde moment allemaal tot geloof gekomen zijn. Dat kan gebeurd zijn, maar dat in alle situaties, alle gezinnen, iedereen tot de laatste toe tegelijkertijd tot geloof kwamen, dat klinkt ook wel heel gezocht. En daarom op grond van deze teksten, het is niet het enige waar het aan hangt. Ik heb eerst al genoemd, het eerste is de belofte worden verzegeld. En als wij zeggen, ja, die belofte, daar hebben de kinderen net zo goed recht op als de volwassenen. Dat is het eerste. Alleen komt dit er dan ook nog bij, dat je dacht, ja, en hij werd gedoopt en ook zijn huis. Wij belijden op grond van de schrift dat als ouders in het verbond der genade zijn opgenomen, dan ook hun kinderen met hen in datzelfde verbond zijn opgenomen. Ik verwijs daarvoor even naar 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. Daar gaat het in 1 Korinthe 7, kijk er maar even naar. 1 Korinthe 7, daar gaat het over een gelovige man en een ongelovige vrouw. Of omgekeerd, een man kwam tot geloof en zijn vrouw wilde er niks van weten. Of die vrouw kwam tot geloof en die man wilde er niks van weten. Ja, dat is een verdriet, hè? In een huwelijk, de een wil er wel van weten en de ander wil er niks van weten. Dat gebeurde in die tijd. Mensen kwamen tot bekering in die heidenwereld. Maar ja, je komt niet altijd als echtpaar tegelijk tot bekering. De een wel en de ander niet. En die ander moest er soms niks van hebben. Dat was natuurlijk heel lastig. Maar, zegt Paulus, probeer dan als het even kan toch bij elkaar te blijven, niet scheiden. Vers 14. Want, zegt hij daar, vers 14, de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Ik ga daar nou niet verder op in, maar dat volgende, daar wou ik even naar kijken. Want anders, gaat hij dan verder in vers 14, waren uw kinderen onrein. Als het zo persoonlijk is, dan zou ook die kinderbarbe niet bij het verbond horen. Hij zegt zelfs,
Als er één van beiden tot geloof is gekomen, dan is die één ook door die ander, ook als het ware, toch al op een bepaalde wijze in dat verbond opgenomen. Hij zegt, en zelfs ook die kinderen. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Zijn zij opgenomen in dat verbond als maar één vader of één moeder. Vanwege die ene, dan zie je de verbondslijn. Als een van de ouders in dat verbond is opgenomen door het geloof, dan is ook dat gezin daarin opgenomen. Daar zijn ook de kinderen gelijk daarin begrepen. Maar nu zijn ook die kinderen heilig. Ja, dan mogen die kinderen dat verbondsteken niet geweigerd worden. Tal zijn als één van beiden maar de Heere lief heeft, dan deelt heel dat gezin in dat verbond en dan hebben ze ook allemaal recht op dat verbonds. Teken. En dan ga je begrijpen, dus in Handelingen, als iemand tot bekering kwam, tot geloof, hij werd gedoopt en zijn huis, zoals het hier ook in 1 Korinthe 7, die lijn naar die kinderen doorgetrokken wordt. Nog een argument, wat misschien ook een beetje kan helpen, hè, want dat hangt niet van één ding af, maar er zijn een heel rijtje redenen te noemen. Het strijdt ook, als wij de kinderen op afwijzen, dat strijdt ook met de heilshistorische voortgang in de schrift. Ik ga dat uitleggen. De heilshistorische lijn in de schrift. Je ziet als het ware, heel eenvoudig gezegd, vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, dat het op alle punten, vergeleken met het Oude Testament, in het Nieuwe Testament alles veel wijder, breder, ruimer wordt. Vergeleken met het Oude Testament worden op alle punten in het Nieuwe Testament de dingen ruimer en breder. Ik zal een paar voorbeelden geven. In het Oude Testament was het heil alleen voor de Joden. Maar in het Nieuwe Testament is het niet alleen voor de Joden, maar voor heel de wereld. Daar zie je een verbreding. Niet meer alleen Israël, een verbreding. Heel de wereld wordt betrokken. Nog zo'n punt van vergelijking, om het te illustreren. In het Oude Testament mochten alleen levieten priesters zijn. Maar in het Nieuwe Testament noemt Petrus in zijn brief alle gelovigen priesters. Niet alleen maar uit de stam van Levi. Elke gelovige is een priester. Zie je weer die geweldige verbreding. Niet alleen maar die ene stam van Levi. Alle gelovigen zijn voor God priesters. Nog een voorbeeld van die verbreding van het Nieuwe Testament vergeleken met het Oude Testament. In het Oude Testament was er maar één tempel in Jeruzalem. Maar in het Nieuwe Testament wordt iedere gelovige een tempel genoemd. Niet één tempel daar in Jeruzalem. Als het goed is, God gaf het in deze kerk. Allemaal tempels. Ieder die de Heere lief heeft, is een tempel. Dan is er niet één tempel, maar er zijn er ontelbaar veel tempels. Er is ook een hele rij kunnen noemen, vergeleken met het Oude Testament, dat wil ik maar duidelijk maken, zie je in het Nieuwe Testament alles steeds ruimer en breder en wijder worden. Laat ik het zo maar zeggen. Om nog één punt te noemen. In het Oude Testament werden alleen jongens besneden. Maar het Nieuwe Testament, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Niet alleen jongens, maar ook meisjes werden gedoopt. Nou, zo zou ik een tijdje door kunnen gaan. Ik hoop dat nou duidelijk is. Vergeleken met het Oude Testament zie je in het Nieuwe Testament overal steeds meer ruimte en wordt het veel wijder, om het zo maar te zeggen. Maar dan zou het wel heel vreemd zijn als het dan over de kinderdoop gaat. En je zegt, ja, maar de kinderdoop is niet bijbels. Dan zouden de kinderen in de tijd van het Nieuwe Testament er vergeleken met het Oude Testament op achteruit gaan. Want in het Oude Testament werden de jongens wel besneden, hadden verbondsteken. En in het Nieuwe Testament krijgen de kinderen geen verbondsteken. Dat strijdt met heel die historische lijn van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Als op alle punten het breder wordt, alleen de kinderen zouden moeten inleveren. Die hebben in het Oude Testament wel een teken en met het Nieuwe Testament wordt dat tekenen afgenomen. Dat strijdt ook weer met de heilshistorische lijn die je overal in de schrift tegenkomt. Daarom zegt Petrus ook op die Pinksterdag,
Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Net zo goed, net zo goed. Die kinderen zijn even goed in het genadeverbond opgenomen als de volwassenen. Dan hebben de kinderen evenveel recht op dat verbond als die volwassenen. En nog een laatste. Dat er ook vanaf de tijd van het Nieuwe Testament ook altijd al kinderen gedoopt zijn, blijkt ook hieruit. Dat daar in de vroege kerk ook nooit strijd over is gevoerd. Een discussie over kinderdoop voor of tegen. In de eerste eeuwen, nou, er is geweldig veel gediscussieerd. Er is geschreven en gestreden over de drie-eenheid, Athanasius, Arius. Nou, daar zijn zoveel dingen over geschreven in die tijd. Over en weer. Als het gaat over de twee naturenleer van Christus, waarachtig God en mens. Daar is geweldig veel over gestreden in die eerste eeuwen. Er zijn nog heel veel geschriften van bewaard gebleven. En ook als het gaat over de heiligheid van de kerk met de donatisten, is geweldig veel strijd over geweest. Er zijn nog heel veel van die oude boeken uit die eerste eeuw bewaard gebleven. Dus er werd genoeg gestreden en gediscussieerd. Er is heel veel van bewaard gebleven. Maar het opmerkelijke is, je komt geen spoor tegen in de oude geschriften een discussie over kinderdoop voor of tegen. Stel nou als volwassendoop normaal was, maar langzaam dan gingen er toch ook wel een paar mensen over tot de kinderdoop. Nou, dan had dat zeker, want dat is toch dan wel zo'n overgang. Dan was daar zeker toch wel een discussie over geweest, als wij die nu al hebben. Kunnen we er wel zeker van zijn geweest, dat dat dan toen ook wel heel wat had losgemaakt. Maar er is geen spoor van te vinden. Dus blijkbaar was het ook zo normaal dat ook kinderen gedoopt werden, dat er nooit ook over geschreven hoefde te worden. Ik ga hiermee stoppen. Maar ik vond het wel goed om even zomaar een paar concrete dingen aan te reiken. Dat we zeggen, ja, de kinderdoop hangt ook niet zomaar aan één tekst of aan één voorbeeld. Er zijn een heel rijtje redenen te noemen vanuit de schrift om te zeggen dat het voluit bijbels is. Maar, nou ga ik verder. Want nou is het niet genoeg en best als wij het dan mooi kunnen uitleggen aan een ander waarom wij onze kinderen laten dopen. Maar nou, wat betekent het? Dat is natuurlijk vruchtbaarder. Het andere vind ik ook al belangrijk. Maar wat betekent het nou? Voor onszelf. En wat betekent het voor onze kinderen? Want als de gronden van de doop niet helder zijn, is de kans groot dat we ook nooit tot zekerheid van het geloof komen. Want de zekerheid van het geloof heeft alles te maken met je visie op verbond en belofte. Als dat niet helder is, mijn persoonlijke verhouding tegenover dat verbond en die belofte, als dat niet helder is, dan is het wel heel moeilijk om toch tot zekerheid te komen. Dus het gaat vanavond niet zomaar over een discussietje. Het gaat ook niet alleen maar alleen over die doop. Het gaat ook over de zekerheid van het geloof die hiermee gemoeid is. Want het geloof, ja, ik zeg het nog maar een keer, hè. Het geloof rust op de belofte van God. Maar als ik nou niet zeker weet, gelden die beloften nou ook mij persoonlijk? Ja, waar moet ik dan mijn houvast in vinden als dat voor mij mistig is? Mag ik nou wel die belofte aangrijpen of niet? Heeft de Heer dat nou wel aan mij beloofd of heeft hij niks aan mij beloofd? Dat maakt toch nogal een verschil uit. Daarom moeten wij absolute helderheid hierover hebben. Kan ik er zeker van zijn of de Heere mij genadig wil zijn, ja of nee? Dat draait het om. Toen ik van de week hier zomaar bezig was, schoot me opeens te binnen die oudvader Van der Groen. Ik heb thuis een boek met brieven van Van der Groen, een boekje brieven van Van der Groen. En in dat boekje kom ik een brief tegen van een schipper. En die schipper, ja, die was heel erg bekommerd, hè, want zomaar zeggen, aangevochten over zijn aandeel aan Christus. En hij topte daar zo mee
En hij had al vertrouwen in Van der Groe. Hè, die stond natuurlijk al bekend. Dat was iemand, nou, die was al zeer te vertrouwen. Een secuur iemand. Die zou niet zomaar even zeggen, het is wel goed. Dus hij denkt, ik ga eens een brief schrijven aan Van der Groe. En dan moet hij maar eens zeggen wat hij er nou van vindt. En dan schrijft hij in die brief over, ja, wat hij wel eens van de Heer heeft mogen ontvangen. En heeft mogen ervaren. Hij schrijft in die brief over zijn zielenworstelingen. En ook al is dat hij wat vertroostingen mocht ervaren. Maar ja, uiteindelijk zat hij toch nog steeds met alles in het donker. En dan schrijft hij zo aan het einde van zijn brief aan Van der Groe. Ik heb u dit allemaal zo geschreven over mijn ziel. Maar ik moet zeggen, de Heere is vrij. Daar sloot hij zijn brief mee af. De Heere is vrij. Wat bedoelde hij ermee? Nou, ik hoop dat u dat begrijpt. De Heere is aan mij niks, maar dan ook niks verplicht. De Heere is vrij. Ik heb nergens, maar dan ook nergens vanuit mezelf recht op. Als de Heere mij de genade niet zou geven, kan ik niet zeggen dat hij onrecht doet. Ofwel. Ofwel. Zo is het wel, hè. Wij hebben geen enkel recht. Als de Heere mij voor eeuwig zou wegdoen. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Maar toch, nou komt het. Toen schreef Van der Groe hem terug. En dat heeft mij verrast. En dat geef ik graag door. Ik lees het voor. Een paar zinnen. Geliefde vriend, gij schrijft, dubbele punt, de Heere is vrij. Dat klinkt heel ootmoedig. Maar gij vergist u. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Dat klinkt heel ootmoedig, nou inderdaad. Maar gij vergist u. Want gij weet toch dat er een Christus is die de Vader voor ons arme zondaren in deze wereld gezonden heeft en hem heeft laten sterven. En dat Christus zichzelf in de belofte van het evangelie heeft verbonden, verplicht, om een volkomen zaligmaker te zijn voor iedere zondaar die maar wil. Letterlijk Van der Groe. Voor iedere zondaar die maar wil, heeft hij zich verbonden, heeft hij zich verplicht vanwege zijn belofte. Hij zegt dus, de Heere is niet vrij, ja, hij is wel vrij, ik heb geen recht. Hij is wel vrij van mij, maar hij is niet vrij van zijn belofte. Hij heeft zich, laat ik het zo zeggen, hij heeft zich vrijwillig verplicht. Zo moet ik het zeggen. Omdat hij zijn belofte heeft gegeven. Ja, als hij een belofte geeft, niemand kan mij dwingen als ik aan iemand iets beloof. Niemand kan mij dwingen. Maar als ik iemand mijn belofte heb gegeven, zit ik er wel aan vast. Die schipper zei, de Heer is vrij. Dat klinkt heel ootmoedig, zo van, waarom vergis je? Hij heeft zich verplicht en verbonden aan zijn belofte. Wel vrij van mij, maar niet vrij van zijn belofte. En die belofte heeft hij aan ons toegezegd en aan ons verzegeld. Dus de Heer is vrij. Aan de ene kant is dat een hele ware opmerking. Alleen moet je hem niet verkeerd gebruiken. De Heer is wel vrij van mij. Maar omdat hij zijn belofte heeft gegeven en aan mij heeft geschonken en bevestigd, is hij niet meer vrij. En dan denk ik aan die uitdrukking van Richard Sibbes die ik wel eens aangehaald heb. Ja, ik zeg met alle eerbied hoor. Maar toch, dat hij zegt, wij mogen de Heere binden met zijn belofte. Ootmoedig
Eerbiedig, maar heren, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch beloofd. Ootmoedig, heren, gedenk aan uw woord. Ik herinner me nog die oude godvrezende man die bij ons thuis zat. Die mocht zo eerbiedig als een kind vrijmoedig met de heren omgaan. En toen zei hij zo een keer, ja, dat dan zeg ik wel eens, heren, beloven en niet doen. Is dat goddelijk? Ik hou u aan uw woord, hoor. Ik hou u aan uw woord, beloven en niet doen. Hij heeft het beloofd bij de doop aan ons persoonlijk verzegeld. De Heere heeft zich vrijwillig verbonden en hij heeft zich verplicht aan zijn waarheid en aan zijn trouw. En nou gaat u begrijpen waarom die doop wel zo'n machtige troostgrond is. Want daardoor, zegt die catechisme, worden mij die beloften persoonlijk verzegeld. Hè? Dat was tot sacrament, hè, wat ik in het begin aanhaalde. Zondag 66. Nederlands geloof, artikel 33. Sacramenten verzegelen de belofte van God. Daarom is dat wel zo'n belangrijke zin. Daar hangt nou bijna zeggen je zaligheid vanaf. Zodat ik er allerzekers van mag zijn. Dat Christus en de verzoening en de verlossing en de zaligheid in hem. Niet alleen voor anderen. Maar ook mij persoonlijk gelden. Dat is mijn zekerheid. En dat is mijn houvast. Als alles mij uit handen valt. Als alles van binnen mij aanklaagt en veroordeelt. Maar ik ben gedoopt. Dus mag ik er zeker van zijn. Hoe zei Van der Groet ook weer? Dat Christus zichzelf in de belofte van het evangelie heeft verbonden. Hij zegt als het ware, je mag op me rekenen. Je mag op me rekenen. Heeft verbonden om een volkomen zaligmaker te zijn voor iedere zondaar die maar wil. Ja, en daarom, ik wil niemand pijn doen, maar dan is het al ernstig. Als we onze kinderen niet laten dopen. En als wij zelf, laat ik dat gelijk bij je zeggen, niet werkzaam zijn met dat sacrament wat wij zelf mochten ontvangen. Als dat zomaar roestend daar ligt, ongebruikt. De machtigste troostgrond en de vaste grond van zekerheid. En we laten het zomaar liggen en zijn er niet mee werkzaam. En dan is die vreemd, dan komt er moedeloosheid, twijfel, onzekerheid. Je weet niet meer, waar ben ik nou aan toe? Waar mag ik nou wel op steunen? Wat mag ik nou wel geloven? Waar mag ik wel op hopen? Je doop vergeten betekent je troost vergeten. Je hoop vergeten. Je zekerheid kwijtraken. Dan hou je alleen maar twijfel over. Dan hou je alleen maar een vraagteken over. Maar zo is het niet. De Heere wil niet dat wij zouden twijfelen. Hij wil niet dat wij ons leven lang in het donker zouden zitten. En daardoor er ook nooit aan toekomen om naar anderen vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons is. De Heere wil maar één ding. Wat? Dat wij zeker van hem zouden zijn. Dat wij hem zouden geloven. Dat wij hem zouden vertrouwen. Dat wij in al onze ellende en in al onze duisternis en nood de toevlucht zouden nemen tot hem. Vraag 74. Hij heeft mij, 74, zo heel persoonlijk toegezegd, beloofd, de verlossing van de zonde door Christus bloed. Dat heeft hij mij persoonlijk toegezegd. Hij dacht, kom maar. Wie wil, zei Van der Groen, je zult het krijgen. Goed, zegt iemand. We zijn al wel heel ver vanavond. Maar nou zit ik nog met één bezwaar. Nou zit bij mij nog één hobbel.
En dat is de hobbel van het geloof. Ik ben het er helemaal mee eens wat er staat. Het is allemaal waar. Maar ja, je moet het wel geloven uiteindelijk. Hè? Daar draait het wel om. We kunnen er heel veel omheen zeggen, maar je moet het uiteindelijk wel geloven. En dat geloof, dat heb ik juist niet. Dus ja, het klinkt allemaal prachtig. Maar ja, zonder geloof, lege handen. Lees dan eens mee. Vraag 74. Kijk eens even. 74. Ons is niet alleen de verlossing van zonde door Christus bloed toegezegd. Ja, als er niet meer had gestaan. Als die gestopt was. Dan had ik kunnen begrijpen dat hij moedeloos werd. Maar ons is bij de doop nog meer beloofd. Wat staat daarachter? En ook beloofd wat? De Heilige Geest die het geloof werkt, is ons evenzeer beloofd. Niet alleen maar de verzoening, maar ook de Geest die het toe-eigent, die het toepast, die het in het hart brengt. Aan alle volwassenen, maar niet minder, ook aan alle kinderen. Ons is niet alleen maar de verlossing aangeboden en toegezegd, maar ook de Geest die het dan ook uitwerkt en toepast in het hart. De Heer doet geen halfwerk. Dat hij zegt van, nou, kijk, hier is nou de zaligheid en ziet het nou maar te pakken te krijgen. Want dat zou het nooit gebeuren. Hij zei maar, je mag er ook zeker van zijn dat ik mijn Geest ook wil geven. Die Geest die ons toe-eigent wat wij in Christus hebben, die wil ik ook geven. Daar mag je zo zeker van zijn als je gedoopt bent. Dat die Geest dat grote werk wil werken. Ja, als dat zo is, ook het geloof belooft de Heer, daar zorg ik ook voor. Wie heeft er dan vanavond nog reden om moedeloos te zijn? Wie durft dan vanavond nog aan zijn zaligheid te wanhopen? Om zo, met die geschonken zekerheid, als dan de duivel en het ongeloof van binnen mij toeroepen, gij hebt geen heil bij God. Om dan tegen de duivel en tegen het ongeloof te zeggen, je liegt, je liegt. Want de Heere heeft het mij beloofd, zo zeker als ik gedoopt ben. Hij zal mij genadig zijn. Hij zal zich over mij, arme, ellendige zondaar, ontfermen. Daar ben ik zeker van. Ik wil niet twijfelen. Ik wil hem niet wantrouwen. Maar ik wil hem geloven. Ik wil hem vertrouwen. Al gemeente, om zo gelovig met die doop werkzaam te zijn aan Gods genadetroon. Opdat wij, zegt Paulus, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zou. Welke twee zijn dat? Welke twee onveranderlijke dingen? De kanttekeningen zeggen, te weten zijn belofte en zijn eed. Onveranderlijk. Wat er staat, staat er. Wat God beloofd heeft, heeft hij beloofd. En die eed er bovenop. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welk het onmogelijk is dat God liegen zou, zijn belofte en zijn eed, het verbond en de doop, opdat wij door die twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen zou, sterke vertroosting hebben zouden. Amen.